Goedenavond, Liesel. Stel jezelf eens kort voor. Goedenavond, Elke. Ik ben Liesel Wouters. Ik ben 30 jaar. Ik ben geboren in Leuven, maar ik woon in Halen. Ik ben militair van beroep. Dat is ook een reden waarom dat ik meedoe. Ik wil de vrouw in mij eens in de spotlight zetten en daardoor door deze misverkiezing eigenlijk aan deel te nemen. Militair, dat wil zeggen landmacht, zeemacht, lucht? Het is het vierde eigenlijk, het is de medische component. Ja, we hebben vier machten en ik zit in de medische component. Dus overkoepelend dan? Het is zo, het is een eigen entiteit, het is een eigen component op zich, maar we hebben inderdaad het kenmerk dat wij alle machten steunen met onze medisch personeel en onze medische middelen. Ja. Ga jij alleen door dit leven of heb je iemand aan je zijde staan? Ik heb een partner en ik bevestig misschien de cliché, maar die zit eveneens bij Defensie. Ja. Ook bij Defensie, dus waarschijnlijk heel vaak weg? Hij heeft een job, hij is F-16 piloot, dus hij is vaak weg. Ja, maar dat wist ik op voorhand en dat maakt het leven soms gemakkelijker omdat ik zelf ook heel actief ben en ook graag weg wil gaan of kunnen gaan. En als we zelf hetzelfde op dat vlak denken, dan is dat natuurlijk gemakkelijker om dat te kunnen doen. Doe je nog iets anders in het leven buiten je werk? Mijn passie is eigenlijk sowieso tennis. Dus ik heb van kinds af aan tennis gevolgd. Heel mijn familie doet dat ook. Ik ben ook een enorme dierenvriend. Als ik het zelf wou, dan had ik een boerderij thuis. Ik reis enorm graag. Ik ben eigenlijk een vrouw van de wereld. Ik wil echt de wereld leren kennen. Zowel zijn goede als zijn slechte kanten. Dat kan ik nu ook een beetje en deels door het werk dat ik doe. Maar reizen is ook een heel grote passie van mij. Ik wens jou alvast een fantastische campagne en een Grand Slam finale dat je mag winnen. Ah, super, ja, dankjewel.